jullie kerst dit jaar? Met familie en ja, soms ook nog wel wat vrienden erbij. En dan gaan we meestal bij opa en oma met z'n allen eten. En soms nog cadeautjes erbij. Kerst vieren we samen met de familie thuis. Eén dag gewoon met z'n vieren. En bij familie, dus bij mijn ouders en mijn broer. En mijn schoonfamilie waarschijnlijk ook. Dus het wordt gewoon verdeeld in bezoekjes bij ieder. Ik vier kerst met familie. Met mijn familie en de familie van mijn partner. En met gezin thuis. Dus een volle bak, 3 dagen feest. Eerste kerstdag samen eten. En verder niks. Gewoon lekker thuis zitten bij de kachel. Boekje lezen. We gaan om het jaar bij iemand anders eten. En dit jaar is mijn middelste zoon aan de beurt. Dus die maakt het kerstdiner klaar. Met mijn familie. Ik vier het ook met mijn familie en met mijn gezin. Met vrienden zal ik maar zeggen, ja. Ik ga een keer uit eten en we maken zelf een keer eten. Met mijn moeder die in een verzorgingshuis zit. En er is een kerstdiner en daar schuiven wij bij aan. En tweede kerstdag, die is voor onszelf. Met 3 kerstdiners. Eerste, tweede en derde kerstdag. Met zijn familie en tweede kerstdag op wintersport. Samen met familie. Dus lekker allemaal aan tafel en voor de rest een beetje actief naar buiten, spelletjes. Ik vier dit jaar kerstmis in Lapland. Want daar is het altijd heerlijk koud en dan kunnen mijn rendiertjes heerlijk rennen. Dat vind ik zalig. Heeft u al de cadeautjes ingeslagen? Ik heb de cadeautjes allemaal al besteld, maar dat gaat tegenwoordig allemaal via internet. En ja, die zijn ingeslagen en die staan klaar voor de kinderen om uit te pakken. Heb je ooit ook een cadeautje gehad dat echt niet in de smaak viel? Nee, volgens mij niet. Ik zal ongetwijfeld wel eens een cadeautje hebben gehad wat minder in de smaak viel. Maar goed, met elk cadeautje ben je blij toch? Tuurlijk, dat gebeurt altijd. En soms kan je vragen van, vind je het goed als ik het ruil? En soms zit je het gewoon heel discreet achter in de kast, totdat je het aan iemand anders kan geven. Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee. Ik denk dat het, we wel gekregen hebben wat we wilden hebben, denk ik. Ja, van mijn oma meestal, maar dat is eigenlijk elk jaar. Maar ja, ik hoop niet dat ze kijkt. Maar verder eigenlijk niet, nee. En wat doe je daar dan mee? Meestal pak ik het toch aan, want ze is heel oud en ik vind het heel erg lief van haar dat ze dan toch de best doet. Dan zeg ik, nou dankjewel. En dan is het niet iets wat ik zelf zou gaan kopen, maar ben ik wel dankbaar. Ja, voor het idee vooral.